Omwille van die heel extreem hoge gasprijzen gaan mensen massaal op zoek naar alternatieve manieren om zich te verwarmen. En supermarkten en doe-het-zelf-zaken die spelen daar gretig op in. En die prijzen massaal van die elektrische bijverwarmingstoestellen aan. Roger, onze energie-expert, stel nu dat ik in de badkamer bijvoorbeeld zo'n elektrisch toestelletje zet. Zou dat dan interessant zijn om te besparen? Dat kan inderdaad een goed idee zijn, omdat je in een badkamer eigenlijk al bij al niet zo lang verblijft. Stel om de baby te verschonen, ja, dat is in 5 minuten misschien gepiept. Om jezelf te wassen of zo, misschien 15-20 minuten. Dus als die duur beperkt blijft, is dat wel interessant en hoef je niet de centrale verwarming te gaan gebruiken om daar te verwarmen. Het meest voordeel haal je bij die stralingstoestelletjes. Hè. Die richt je dan op jezelf. En dan hoef je niet de hele badkamer te verwarmen om warm te hebben. En gedurende de tijd dat je dan in de badkamer bent, heb je het voldoende warm. Dus ja, voor de badkamer, maar niet voor grotere ruimtes te verwarmen. Nee, totaal niet. Het blijven elektrische toestellen. En als je de hele dag door elektrisch gaat verwarmen, dan betaal je heel veel geld. Want elektriciteit is nog veel duurder dan het dure gas. Oké, superduidelijk. Wil jij meer weten over energie besparen? Klik dan op deze link.